Hallo iedereen, hier Gids 53 voor Discover Stabroek at Home. Vandaag onze eerste vlog van op locatie. En we beginnen bij het begin en ik laat de ganzen het verhaal vertellen. Nee, hoe en waar is ons dorp Stabroek ontstaan? En van waar komt de naam Stabroek? We zijn in 1258 in het hertogdom Brabant, in de polders ten noorden van Antwerpen. De hertog van Brabant maakt ruzie over geld met de religieuze van de kathedraal van Antwerpen. Nou ja mensen, toen al maakte men ruzie over geld. Beiden wilden de tiende belasting kunnen heffen in de polder. Een tiende belasting, dat is 1/10 van de totale opbrengst van het land. En op de zeer vruchtbare poldergronden was dat een zeer lucratieve zaak. Dat dispuut over die tienden vond plaats in Stakebroek, of in Stakebruuk, ons dorpje dus. Sinds de 12e eeuw was men begonnen met de bouw van dijken om de Schelde binnen haar oevers te houden. Het land dat daardoor vrij kwam, was nieuwe landbouwgrond, die bovendien zeer vruchtbaar was door de vele overstromingen die er de jaren voor waren geweest. Dat inpolderen of instaken, een staak is een houten paal, verklaart direct het eerste deel van de naam van het dorp Stakebroek. De naam Broek verwijst dan weer naar het moeras dat hier lag, naast de Schelde, en dat door die inpoldering was komen droog te liggen. In dat kleine poldertje dat zo ontstond, kwamen er boeren wonen. Ze bouwden een paar boerderijen en, zeer belangrijk, een kerkje. Die gemeente woonde op de plaats waar ik me nu bevind, in het Oudbroek, achter het fort van Stabroek. Waar de parochie zich juist bevond, is vandaag niet meer met zekerheid te zeggen. Volgens één verhaal was het hier aan een weel, een diepe waterplas die ontstaan was na alweer een grote dijkbreuk in het begin van de 14e eeuw, dat het dorpje ontstond. Het wassende water had het kerkje verzwolgen in dat weel. En elk jaar met allerzielen kon je de kerkklok horen luiden vanuit de donkere plas. Een verhaaltje voor het slapen gaan, of is er toch meer? Na de vele overstromingen en het verlies van hun kerkje hadden de inwoners van het oude Stakebroek door dat ze beter konden verhuizen naar hoger gelegen land. En waar kwamen ze dan terecht? Aan de huidige kerk van Stabroek. 4 meter boven zeeniveau. Net hoog genoeg om de huizen niet te laten onderlopen, om aan landbouw te kunnen doen en niet om de haverklap het vee te laten verdrinken. En het ging het dorp voor de wind, vooral dankzij de hoge opbrengsten van die poldergronden. Ziezo het verhaal over het ontstaan van Stabroek. Enjoy de vlog, blijf gezond en tot snel in een volgende aflevering van Discover Stabroek at Home.